feest dus bij hem voor de weekend. Serieus, ja, ik ga uit iets drinken. Die kop van die vent, als ik hem zie, heb ik al gegeten. In mijn hand. Vies peuk jij ook, hè? Excuus. Ik ben echt ziek aan het worden, gast. Ja. Corwa. Of nee? Je bent een beetje een Brabants kutje. Of nee? Hey, voilà. Fuck is dit? What the fuck is dit? Lans. Daar is feest. Nee dan. En hoe? Feest dus bij Him for the Weekend. Een hele goede avond. Welkom bij deel 4. Het is weer deel 4. Dit gaat snel, man. Hallo allemaal. Hallo allemaal, inderdaad. Op het deze... is niet zomaar een deel 4. Het is... Je zit wel heel stuur nu met een blikje energie. Niemand weet dat het geen bier is. Nee, het is inderdaad vandaag 22 februari 2020, carnaval. Nog niet officieel, morgen begint het pas, maar dan mogen we eigenlijk niet, dat zeggen we gewoon niet, want overal wordt dat keihard gevierd. Ja, maar goed, wij luiden het in. Ja, wij luiden het inderdaad in met een speciale gast voor deze avond. Hallo, goedenavond. Stel jezelf even voor. De luisteraar weet niet wie jij bent. En de kijker trouwens ook niet. Jij weet ook niet? Ik weet het ook niet. Nee, ik vind het fijn als je het zelf even doet. Oké, ik ben Gera. En dat was het. Nee, ik wil eigenlijk even een kleine, misschien een hele gênante vraag. Hoe heet je ook alweer van achter? Efstathiu. Hoe? Efstathiu. Efstathiu? Efstathiu. Precies. Efstathiu. Nee. Ik dacht Eustachiau. Nee. Efstathiu. Toen moest ze niet zeggen. Dat is zo anders. Ik wil nog een keer die zijn stevel slaan. Ja, Almotte Krupe. Een beetje een Nijmeegs volkslied. Jij persoonlijk hebt daar misschien niet zo heel veel mee, maar ik denk dat jij wel weet welk bruggetje ik wil maken. Ja, dat weet ik wel. We hebben drie jaar geleden hebben wij een poging gewaagd tot het maken van een eigen carnavalsnummer onder het programma Wat Zegt Het Volk. Dat was, qua naam was het een beetje een verbastering van dit, namelijk Almotte Zupe. Ja, laat me rust. En het was op de melodie van Rockabye van Clean Bandit, wat destijds populair was. En ik zal niet zeggen dat het gelukt is, maar zo klinkt het. Zo, ja, oké. Noem me een zatlap, een zuipschuif. Noem me drankorgel, een zatladder. Het is maar één keer per jaar voor alle feestbeesten uit Klotsenburg. Gara! Peter! Bezoek Nijmegen! Wat zegt het volk? Hij vierde feest in de Randstad. Maar ja, daar horen ze niet stil van carnaval. Lekkere stem wel, lijkt wel Femke Louise. Hier, in onze burgfeest. Oké, okay, ja, ik ga even luisteraars besparen. Oh shit, hé. Hey, hoe kijk je jezelf op terug? Ja, ik kan er nog steeds om lachen. Ja, ik ben gewoon... daar zwaar belachelijk over gemaakt. Is dat niet echt het dieptepunt uit je leven, dit geweest? Nee. Nee, joh. Nee. Dat weten wij toch wel. Ik moet even kleine meedelen. Normaal gesproken zijn we op dit moment ook op de televisie op RN7. Zijn we daar live. Op dit moment is dat even niet het geval, helaas. Henrik, hoe werkt jij met van de techniek hier? Nee, was ik maar van de techniek. Dan had ik het kunnen oplossen. Nee, we zijn wel op tv. Ja. Alleen we zijn niet te zien. Dat is een beetje jammer. Want... Oh, dus je hoort ons nu wel. Je hoort ons nu wel. Hallo, mijzelf. Maar wat wel jammer is voor wat wel jammer is voor de mensen die nou via TV NL zitten luisteren. We hebben uitgerekend vandaag de hele studio versierd met vlaggetjes, ballonnen, carnaval, discolampen. We hebben onszelf helemaal uitgedost. Ja. Pruiken, zonnebrillen, glitterpakken zijn niet bespaard. En jullie kunnen ons dus niet zien. Maar we hebben daar natuurlijk een oplossing voor, want voor de trouwe luisteraar, die weet dat wij ook alles opnemen. Ja. En dat doen we nu ook. Dus morgen en maandag komen er allemaal leuke video's online van deze uitzending op YouTube Him for the Weekend 2020. Je bent de straat op gegaan met de vraag, wat doe je met de carnaval? Hoe is dat, hoe is het je bevallen? Heb je aparte dingen gezien hier in Nijmegen? Nee, maar wel veel mensen gingen het wel vieren, dus dat was wel fijn dat ze zeiden ja. En dan gingen ze ook vertellen waar ze dat gingen doen, maar niemand in Nijmegen zowat. Echt niemand. Nee, maar ik wist dat dus ook eigenlijk eerst helemaal niet. In Nijmegen, wat kun je dan met carnaval doen? Ik weet niet of jij heel veel carnaval je hebt gevierd, Rick? Nee, volgens mij niet zo heel veel, toch? Ja, luister, ik ben echt niet van de carnaval, joh. Moet jij kunnen zou je niet zeggen? Nee, ja, en wat ik weet is, er is natuurlijk op zondag altijd een grote optocht door de stad. Ja. Daar weet je daar ook alles van. Ja. En op de grote markt staat ook een grote feesttent. Als je nu via tv kijkt, dan zie je hem eens
in een paar minuten voorbij komen. Maar meer dan dat weet ik niet. Nee, ik heb tenminste een beetje het programma heb ik doorgekeken. Ik zag dat inderdaad die optocht is dan morgen om 2:00, dacht ik. Ja. En ja. Ja, ik weet dat en, weer. En dan inderdaad die tent. Volgens mij beukt dat gewoon de hele dag door. Tenminste, dat heb ik ervan gezien. Ik ga er meestal naar Boxmeer. Ik zag ook in de, wat we zo meteen gaan horen, dat er heel meer mensen daarin gaan. Volgens mij is het best wel populair oord daar. Oord. Ja, dat is echt een, we gaan het echt in een oord daar. Ja, goed. Wil je er verder nog wat over zeggen? Oh nee, daar wil ik niks over kwijt. Dat... Ja, dat doen we toch gewoon zo? Het is weer carnaval. Veel feestvierders reizen hiervoor. Nou, doe dat vandaag. Ja, sorry. Het is even tijd voor serieuze zaken in het televisieprogramma. Jeetje, het gaat allemaal fout. Helemaal aangeschoten. Het radioprogramma, daar zijn we bezig. Serieuze zaken. Het radioprogramma is bezig met serieuze zaken nu. Ja, ik ga even een biertje drinken. Nog eentje. Zo. Ja, zo krijgen we de uitzending wel vol. Ja, oké. Doe jij het maar even. Ja, ik ben er wel luchtig. Nee, ik moet ook even iets aan het zoeken. Ik heb het al. Ja. Oké, okay, wat een zooitje. Ja, maar het is carnaval, dus het mag. Ja. We gaan naar de Hymn of the Week. De wekelijkse verkiezing van Hymn for the Weekend. Een liedje dat de komende week, de hele week, in de belangstelling zal staan. Ja. Natuurlijk waren de twee opties deze week twee carnavalsnummers. Ga je ze één voor één doen of ga je doen? Nee, noem ze allebei maar op. Oké. De eerste optie was Ima Hansi met Reunie. Een koffertje van Snelle. Ja. En die andere was Cora van Piep. Want we mogen reclame maken. Knallen met die ballen. Wat zeg je allemaal, Rick? Nou, bij de uitspraak knallen met die ballen begon ik graag gelijk te lachen. Dus dat weet ik al genoeg. Jij begon gelijk te knallen met die ballen. Vies peuk jij ook, hè? Gara, op welke zou jij stemmen? Want we moeten jou ook even een beetje... Ik was jou al een beetje vergeten het programma eigenlijk. Nou ja, ja. Ze zitten nog. Ja, ik ben er nog. Ja, knallen met die ballen, ja? Echt? Ja. Ik vind dat echt... Ik heb deze week heb ik hem bedacht, tenminste de ding. En ik had eigenlijk niet gehoopt dat hij zou winnen. Ik dacht eigenlijk, ik was serieus van, die gaat toch niet winnen. Mag ik jou een tip geven? Ja. Want dit gebeurt nou telkens bij jou. Dan kies jij twee nummers en dan wint degene waarvan je niet hoopt dat hij wint. Ja. Kies de volgende keer nou twee nummers waarvan het allebei leuk is als ze winnen. Dat is echt een dikke tip. Ja, dat is goed. Jij doet wel altijd op die manier dan. Dit is gewoon staatsradio. Ja, ik wel. Van jou, Rick, ik wel. Jij neemt ik heb altijd aan de voorkeur, over. Maar... Je hebt al, oké. Okay. Nou, deze keer had ik deze voorkeur. Maar jij hebt altijd de voorkeur voor de slechte nummers. Nee, helemaal niet. Hoezo is die slecht? Dit is zo saai. Dit is gewoon een commercieel plaatje van Cora. Nee, die Ima Hansi, die is saai. En die kop van die vent. Als ik hem zie, heb ik al gegeten. Ima Hansi. Nee, maar de vorige keer ook. Met, wat was dat? Zanger Kafke. Ja, echt, wat is daar nou weer mee, man? Had dan op zijn minst Dries Roelvink genomen. Nou, fuck off, man. Dries Roelvink. Die is nog 10 keer kwalitatiever dan Zanger Kafke. Het is even proberen trouwens. Want ik weet trouwens technisch gezien ook helemaal niet of dit kan. Maar ik denk het wel, inderdaad. We gaan een nieuw item doen. Een nieuw spelletje. Ik wil even de nadruk op leggen dat jij het hebt bedacht. Ja, ik heb bedacht, inderdaad. Als het goed uitpakt, heb ik het bedacht. De bedoeling van het spel is dat... Gara, jij bent ons gast vandaag. Ja. Wij gaan namelijk iemand bellen. En wanneer diegene opneemt, dan trekken wij ons terug. Dan zijn we niet meer te horen. Dan is het geheel aan jou wat er gebeurt op de radio. En diegene die wij bellen, die weet van niets. Jij belt met een onderwerp, met een gebeurtenis. En... daaruit moet degene die je aan de telefoon hebt drie woorden noemen. En jij mag ze niet noemen. Oké, zullen we maar gewoon even beginnen voordat dit super lang gaat duren? Maar wat zijn die drie woorden? Oh ja, dat is... ja. Heb je een drijf die voor je? Jawel. Het onderwerp is... Oh, ben jij het doen, Rick? Jij hebt hem ook voor je. Of moet ik het gaan doen? Oh, nee, die is jouw idee. Kom op. Oké. Het onderwerp is jouw carnavalswagen geraakt. Die is door de storm uit elkaar gevallen. En jij kan met je carnavalsgroep, want je zit al met de groep op zo'n wagen, geen onderdak vinden. Onderdak? Ja, hij is uit elkaar gevallen, optocht gaat niet door, allemaal oneenigheid en zo. Weet je wat we doen? We gaan even gouden wisseltruc doen. Als jij hier komt zitten, heb je het voor je staan. Oké, okay, oh ja, goed. Dat is ook goed. Ja. We gaan een collega bellen, die, ja, jij kent haar niet heel goed, toch? Dus op zich... Dat is op zich altijd wel, toch? Ja, ik denk dat ze mijn stem niet per se herkent. Kun je misschien een klein beetje een ander stemmetje opzetten? Ja, kun je even... wel gezegd. Even een typetje bedenken. Ja, oké, okay, wacht. Dan moet ik even over nadenken. Esmeralda. Je bent een beetje een Brabants kutje. Wat de fuck is dit? Hoe kan dit nou weer? Dat kan toch helemaal niet? Ik ging net ook. Ja, nee, maar... Ja.
Hey. Lange Frans, hij heeft gisteren een prijs gewonnen. Voor mezelf. Hij heeft gisteren een prijs. Gods. Frans. Hij heeft gisteren een prijs gewonnen. Hij heeft gisteren een prijs. Jezus. Volgens mij heeft hij gisteren een prijs gewonnen, of niet? Ja, hij heeft de kiezenkraag gewonnen. Goed. Okay. We gaan even kijken naar nieuwe muziek. Dat doen we natuurlijk elke week. Deze week doen we dat even op een andere manier. Want we gaan het hebben over nieuwe carnavalsmuziek. Maar wat ook leuk is, die Lamme Frans, dat is natuurlijk Rob Jansen van de radio en ook van TV Lucky 13. Die heeft ook onder een andere naam. Excuus. Ja, dat is carnaval ook kunnen. Die heeft ook onder een andere naam nog een carnavalsnummer gemaakt. Namelijk onder de naam Rob van de Radio. Dat heeft hij samen gedaan met ceremoniemeester Mark. En die ceremoniemeester Mark, die kreeg heel vaak te horen dat hij leek op James Corden. Die man van Carpool Karaoke. Oh, is hij dat? Ja. Oh, is hij? Ja, oh, niet... nee, oké. Okay, nee, maar van die video inderdaad. Helemaal viraal is gegaan. Ja, dat heb ik dus gehoord. Oh, ik wist niet dat hij dat was, hoor. Maar goed, ze hebben ook een hele leuke carpool karaoke. Of een carnaval karaoke. Carpool, weet ik veel hoe dat heet. Carpool. Carnaval ook of zo. Carnaval ook, ja. Die hebben ze gemaakt, moet je even op YouTube checken. Gera, wat vind jij er hier eigenlijk van? Van deze muziek? Ja. Okay, ja, laat weet maar. Je, ik vind het echt leuk met carnaval. Ja. Als je in zo'n tent staat of weet ik veel wat, dan vind ik het echt wel leuk, dit soort muziek. Maar normaal, ik zou er echt niet naar luisteren. Maar op de radio vind je het helemaal niks. In dat geval gaan we niet draaien, maar... Maar als jij moet kiezen... Ik ben echt ziek aan het worden, gast. Sorry. Ja. Als jij moet kiezen tussen Lamme Frans die je net gehoord hebt... of Vieze Jack die je net dus als laatste hebt gehoord. De laatste, ja. Oké. Okay. En waar? Vind je Lamme Frans niet... Ja, die vind ik ook leuk. Dus met die handjes? Ja, ook. Ja, ik vind het gewoon leuk voor carnaval, maar voor de rest niet. Maar hoe zeg je springen onder jullie in het Grieks? Wat? Lauwe zitten. Even serieus, hoe zeg je springen dat? Springen non de jus. Ja. Ja, maar non de jus is natuurlijk niet echt vrij te vertalen. Nee, precies. Nou, je hebt toch non en jus, heb je toch? Wat is nee. Wat, jawel, je hebt non. Wat is een non? Springen potverdorie. Ah. Een scheldwoord. Een scheldwoord. Een scheldwoord? Ja, een plaatselijk scheldwoord dan. Corowa. Oh nee, dat is... Ik moet verdieping nee, Malacca. Malacca is een scheldwoord. En wat springen? Pizau. Pilau, Malacca. Pizau. Maar pizau betekent ook neuken. Nou, het is carnaval. Nou, leuke nonnen hier inderdaad. En Alpen, zusjes is daar ook een woord maar voor. Maar wacht, even wachten. Dus als je in het Grieks zegt dat je gaat, dan zeg je dus eigenlijk van, we gaan lekker springen. Ja. Echt? Ja, echt. Okay. Nou, dat gaan we onthouden met carnaval de komende dagen. Als ze roepen, springen, dan denk ik maar, Ik kon natuurlijk niet met lege handen aankomen. Nee. Dus ik dacht van, nou ja, jullie hebben zo'n dikke knijterhit gemaakt. Jij gaat hem live nadoen. Nou, dat niet. Jammer. Nee, zeg. Ik moet hier wel iets mee gaan doen. En toen heb ik dat nummer gepakt. Ik dacht, ja, er is helemaal... Normaal gesproken worden van hele goede carnavalsnummers... worden er ook remixes gemaakt. Mm-hmm. Dus ik heb een artiestennaam aangenomen. Daar heb ik patent op gekocht. Oh mijn god. DJ Rommelmarkt. DJ Rommelmarkt heb ik er gemaakt. En ik heb er een remix van gemaakt. Oh, ben benieuwd. DJ rommelt maar wat aan, bedoel je? Ja, precies. Ja. Dit is Wat zegt het volk? Al moet ik super de Rommelmarkt remix. Jij hebt iets bereikt wat waarschijnlijk niemand kan bereiken. Je hebt dit nummer namelijk nog slechter gemaakt. Applausje voor jou. Dankjewel, dankjewel. Ja, wij gaan dinsdag met z'n drietjes op schoolreisje naar Kuik. Yes. Kuk, jongen. Kuk. Ja. Ja, Kuk wat gaan we daar doen? Zuipen. Heel veel. Heel veel zuipen. Een paar biertjes drinken, een biertje of twee. Nou, zeker bij elke kroeg. Ja, zeker bij elke kroeg inderdaad. Dat is, tenminste, daar krijg je wel stempeltjes voor. Ja. En vreten ook. Eten, nou ja, goed. Eten, dat is een bijzaak. Ik bedoel, schransen zou ik eerder willen zeggen. Schransen, ja. Nee, maar we gaan naar de Elf Kroegentocht inderdaad. Ik woon in Kuik. Hebben jullie leuk, nog man. Vragen? Nee. Rick? Jij nou, wel? Ik heb dus gehoord dat het echt... moeilijk druk is daar. Ja. Ja. Maar het is echt, hoeveel pleinen zijn er? Drie pleinen, volgens mij drie of vier pleinen zijn er ongeveer. Nou, het is echt overal. Snollebollekes die trad, 2 jaar geleden trad hij daar op. En op een gegeven moment ging hij van links naar rechts doen.
Maar dan lukte het niet, want het stond vast. Ik was met 3 andere mensen toen op de 11 kroegentocht. En één ervan die is bezweken onder de drukte. Die is toen gevallen in dat linkse rechtse. Oh, wat erg. Ja, die lag onder de menigte. Dat is echt heftig, man. Ja. En ook toen met de vierdaagse heeft Snollebol... Ja, het slaat hem nergens op trouwens. Dat heeft hier niks mee te maken. Heeft hij voor een aardbeving. Ik probeer gewoon een leuk bruggetje te maken naar het volgende nummer. Die heb je niet eens gezien. New Kids en... Of nee! Of niet. En Turbo. Of nee! Waarom loopt dit altijd uit de hand? Rob van Mullum voor Studio 54 is nog niet het pand, heeft het pand nog niet betreden. Of wel! Nou, nog niet. So drink from me, drink from me.